dit fotootje stelt natuurlijk dat seksueel misbruik voor. Zeker weten. Waarom bewaar je dat fotootje dan? Omdat het mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben geworden. Mm. Want als ik niet seksueel was misbruikt, was ik nooit deze weg ingeslagen. Mm. En dan was ik niet zo sterk geweest dat ik nu ben. Mm. En ook nog eens op deze plek, hè? Zeker. Want waarom deze plek? Ja, ten eerste omdat hij daar mooi kan staan. En in de handen van Jezus. Hè. Dus veel mooier kan het niet. Opgegroeid in een hindoegezin leerde ik dat spirituele verlichting het uiteindelijke doel van het leven is. Allemaal proberen we steeds hoger te komen op de trap die leidt tot het ultieme geluk. Maar hoe doe je dat? En wat betekent het als je verlicht bent? In mijn tuk-tuk ga ik op zoek naar mensen die mij kunnen helpen om antwoorden te krijgen op die vragen. Hoe verlicht is iedereen? Vandaag start de professionele bokscarrière van Nick Postma. Vanavond vecht de Spiritual Warrior, zoals Nick zichzelf noemt, zijn allereerste wedstrijd. Na een incident in 2012 ging het roer om. Spiritualiteit bracht hem op het rechte pad. En er is nog maar één ding dat Nick wil, en dat is wereldkampioen boksen worden. Hij is iets kleiner, hè? Ja, ik geloof het wel, ja. Hij is 1,73. Hij is 1,73. Jij bent? 1,82 ben ik. Maar ik zie Nick Serenity staat er ook. Hè? Ja, er staat Nick Serenity op, ja. Dat is mijn boksnaam ook. Je boksnaam, Nick Serenity. Je bent een spiritual warrior. Wat houdt dat me in? Nou, op een gegeven moment ik ben dus ook heel erg depressief geweest. En, door het spirituele pad wat ik ben gaan bewandelen, ben ik ook heel erg met gezondheid bezig gegaan. En met mediteren, yoga. En toen ik dat soort dingen ben gaan doen, is mijn leven echt nog veel beter geworden. Ja, dat is echt niet te beschrijven. Ja. En leuk, ziet er mooi uit toch? Zo? Ja, ziet er heel goed uit, ja. Dat is straks mijn podium. Zo, Nick. Hoe vaak zit je hier? Ik zit hier 3 keer per dag, 's ochtends, 's middags en 's avonds. Ja, dit zijn stenen, dit zijn mineralen. Er zit energie in. En doordat ik mijn hand erop leg, gaat die energie aangeven weer van mijn lichaam, zeg maar, naar de steen en van de steen naar mijn lichaam. Ik zie ook een mooi beeld van de Heere Jezus Christus. Dat klopt, ja. En wat zegt dat dan over jou? Ben je katholiek? Nee, ik ben spiritueel. Jezus Christus was gewoon heel spiritueel en die was verlicht. Dat is in mijn ogen Jezus Christus. Ja. Kort en krachtig. Kort en krachtig. Ja, hij was verlicht. Hij was in de staat van verlichting gekomen. En daardoor kon hij ook mensen genezen. En is het iets wat je nastreeft? Zeker weten. En dit fotootje dan? Wie is dit? Ja, wie is dat? Ben jij dit? Dat ben ik, ja. En op de achterkant staat er nog een. Oh ja. Dat ben ik ook. Op deze foto zie ik een kwetsbare jongen. Maar op de achterkant zie ik juist een hele sterke jongen. De ene was zeg maar voor die traumatische ervaring en de andere daarna. En daarom zie ik heel duidelijk dat er iets veranderd is. Ja. Goed. Ja, je stapt gewoon mee. Ik stap de ring in, jij stapt gewoon mee de ring op en zeg wat je wilt zeggen. Oké, goed. Hoi. Dag mevrouw. Hallo. Hoi, ik ben Annemarie. Hallo Annemarie. Ja, als je van 3 was, toen had ik ook zo'n kleur. Ja, je had ook zo'n bos haar, maar dan wel blond. Ja, wel blond. Ja, lieve beest. Hoe oud was ik hier? Ik denk een jaar of 6. Wat was Nick voor kind vroeger? Hij was heel lief. Mm-hmm. En hij vertrouwde iedereen. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat ieder kind dat doet tot er iets gebeurt waardoor dat vertrouwen weg is. En wat is er precies gebeurd? Nick was 6 toen wij te horen kregen via de politie dat hij seksueel misbruikt was. En
ja, daarna is hij toch ook wel veranderd. Ondanks dat het zo'n klein jongetje was. Ja, zeg, ik weet er gelukkig niet veel meer van door al het drugsgebruik. Daar ben ik wel heel blij om. Ik kreeg af en toe nog wel eens een flashback dat ik bij hem op de stoel zat. Maar dat zit helemaal achterin me. Dat komt denk ik ook door die therapieën die ik heb gevolgd. Joh. Dus dat is dan wel weer... Wie was het eigenlijk? Het was een goede vriend van mijn man. Daar deed hij heel veel samen mee. En dan zei ik, hoe kan dat? Want hij is altijd wel lief voor kinderen. Heeft u zich daar nooit schuldig om gevoeld? Heel schuldig. En toen heb ik het mijn man natuurlijk een tijd kwalijk genomen. Zijn beste vriend. Mm. Dat hij dat niet wist. Dat hij, dat, maar hij wist dat ook natuurlijk niet. Anders doe je dat niet. Makkelijk, doe gewoon jouw ding. Doe wat je altijd doet, man. Doe wat je altijd doet. Drukken. Wat was nou voor jou echt het dieptepunt, dat je dacht van, nou, dit kan gewoon niet meer? Ik kwam thuis van een avondje stappen, zeg maar. En ik had weer veel drugs en alcohol gebruikt. En ik trok op een gegeven moment een laadje open. En toen vond ik de verklaringen die ik bij de recherche heb afgelegd, als zesjarige jongen, tegenover de dader. En toen is er iets geknapt in mij. Mm. En toen ben ik dus met de honkbalknuppel naar de dader toe gegaan. En heb ik dus mijn wraak genomen. Ja. En het feit dat hij geen aangifte heeft gedaan tegen mij, dat was voor mij de bekentenis die ik echt al jarenlang zocht. Vreselijk. Ja. Maar ik begreep hem wel. Ik begreep wel dat hij die kerel helemaal in elkaar wilde slaan. En dat, want dat was ook heel heftig toen hij 6 jaar was. En ik met hem naar de politie moest in Utrecht. En dat hij in een speciale verhoorruimte kwam voor kinderen. Mm-hmm. En dan met hem praten. En het enige dat hij zei van, nee, want ik heb een geheim. En toen zei ik, maar je mag het mij vertellen. Je mag het mij echt vertellen. Maar ik was ook bang geworden, omdat hij had gezegd van, ja, als je erover praat, dan vermoord ik je zus. Ja. Dan, Als ik heel eerlijk moet zijn, ging ik wel met de intentie daarheen om te vermoorden. Met die intentie ben ik erheen gegaan. Begrijpt u dat? Ja. Maar ja, goed, mijn man die wilde hem al vermoorden. Die heb ik 2 jaar lang ongeveer vast moeten binden. Ik zeg, Arno, dan heeft hij niks meer. Dan zit jij in de gevangenis. En wat moet hij dan? Dan heeft hij niemand meer. Ja. En oké, dan is hij er niet meer. Ja, nou, jammer. Maar... Maar dan is er ook een tijd gekomen, gelukkig, dat Nick zich ineens op begint te richten. Hoe heeft u dat ervaren? Ook heftig. Ja? Ja. Best wel. Daar kwamen dingen thuis. Ik dacht, wat? Nee, dat kan niet. Dan schoot hij weer helemaal de andere kant uit. Nou, wat hadden we allemaal? Jezus en... Veganist. En... Wereldverbeteraar. Ja, wereldverbeteraar. Ja, hij is echt een jongen van uiterste. Nou, het heeft hem wel gered, denk ik wel. Onder andere toch? Zeker weten. Ja. Onder andere. Het is een combinatie van sport, spiritualiteit, de juiste mensen. Het feit dat we hem nooit hebben laten vallen. En daar heb ik massa mee gehad. Want als ik op de straat terecht was gekomen, dan had ik hier niet gezeten. Nee, dat is waar. Maar je kan je kind toch niet laten vallen? Kan niet. Nee. Nee, dat heeft u ook niet gedaan. Nee, heb ik ook niet gedaan. En daar ben ik heel blij om. Als ik hem dan nu zo zie zitten, ben ik er hartstikke trots op. Ja. Ik heb de rollen volledig omgedraaid. Mm. Ik ben niet bang meer voor hem, hij was bang voor mij. Totdat ik die brief had geschreven. Ja. Welke brief? Ik heb een brief geschreven waarin ik hem heb vergeven. Ja. En die heb ik gewoon op de post gedaan en naar hem toegestuurd. En, omdat hij natuurlijk heel bang was. En sindsdien is hij niet bang meer en is er helemaal niks meer. Ik kom hem nog tegen, dus ik heb totaal geen... Het is gewoon helemaal neutraal. Ja. En dan als je hem ziet? Niks. Praat je of... Nee, dat niet. Nee. Nee. Nou, ik kan hem nog steeds iets zien, hoor. Nou, ik ook niet, hoor. Als ik hem wel eens aan kan fietsen. Ik negeer hem gewoon. Ik kan, ja.
Ik heb helemaal niks van mij. Gelukkig. En hoe kom je er dan bij dat je wereldkampioen wil worden? Wat is dat dan? Waarom stel je dat doel dan? Omdat dat zeg maar onmogelijk is eigenlijk. En dat was nuchter worden eigenlijk ook. Want als ik kijk hoe extreem ik was en hoeveel cocaïne ik gebruikte ieder weekend. En ik was zo verslaafd en dit heb ik ook gedaan. En wereldkampioen ga ik ook worden. Je hebt naar het lichaam, Nick. Ja, dit fotootje stelt natuurlijk dat seksueel misbruik voor. Zeker weten. Waarom bewaar je dat fotootje dan? Omdat het mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben geworden. Want als ik niet seksueel was misbruikt, was ik nooit deze weg ingeslagen. Mm. En dan was ik niet zo sterk geweest dat ik nu ben. Mm. En ook nog eens op deze plek, hè? Zeker. Want waarom deze plek? Ja, ten eerste omdat hij daar mooi kan staan. En in de handen van Jezus, hè. Dus veel mooier kan het niet. Ja. Maar dat is ook mijn ultieme doel om zeg maar verlicht te worden. En het eeuwige leven te leven. Lichaam, Nick!